Here I'm giving my salute to more than 1,000 people in Pakistan at this moment in preparation of the conference. And we are preparing us in prayer and worship. And I'm now in the center of Germany, in Heidelberg, and having a Skype contact. And I'm serving King Jesus. I wish to greet him to all of you, from me, from all my team, and especially from Pakistani peoples. We want to invite to all of you in Pakistan to preach the word of God. Our desire, all the servants of God come in Pakistan and preach the gospel and save the Pakistan nation for God's kingdom. Once again, I say greetings and thanks. God bless you. Pastor Shazad and team from Pakistan. Jezus die zat, en je kunt dat lezen in Lucas 5, aan de rand van de oever, heel veel mensen kwamen en hij leerde hen over het koninkrijk van God. Toen was hij klaar met praten en toen kwam het op daden aan. En hij stapt in een van de boten van Petrus en zegt, kom, we gaan naar diep water. We gaan vissen. En Petrus zegt, we hebben de hele dag gevist, het heeft niks opgebracht. Maar als u ons meehelpt, dan gaan we. Ze varen uit en menigte aan vis. Jezus kan meewerken om de woorden die we spreken ook om te zetten in een geweldige oogst. Het idee is zo, hier zwemmen forellen in. En dat water dat wordt natuurlijk door de vis verontreinigd. En door deze plantenbakken wordt het weer gezuiverd. Het is dus een kringloop. En dan is deze cirkelloop, die zorgt dat de bomen goed groeien. De plantjes, de vis groeit en oogst heb je. Dan heb je eigenlijk alleen maar waterpomp nodig. En je kan je midden in de woestijn, kun je dat land tot leven brengen. Een prachtig systeem. Het heet aquaponics. Fishgroom is de Zwitserse organisatie die ik heb opgezet, die dit in het groot wil gaan neerzetten op allerlei plaatsen in de wereld. Om families te helpen om te overleven. En nu gaan we aan de slag. Van 18 tot 25 maart met een team, met een prachtig team gevormd, naar Lahore in Pakistan. Om daar 's ochtends de universiteit les te geven hoe aquaponics werkt. 'S Middags boerderijen te bezoeken en 's avonds geweldige campagnediensten om over het Koninkrijk van Jezus te spreken. Met alle medewerkers van het team gaan we op 25 februari samen met elkaar de hele Lahore-plan bespreken.